Welkom bij mijn kanaal Fit Dandelions. Mijn naam is Mildred Lee. Het is mijn kleine lunch. Een tomatensalade. Nou ja, cherry tomatoes. Met croissant en jong lichtkaas. Hier voor je zie je kleurboeken. Glitter coloring book van Decotime. Ik heb eentje in honden genomen en eentje in bloemen planten. En ze kosten €1,49 per stuk. Dus laten we beginnen. Er zitten 24 vellen in en het is 21 bij 21 centimeter. En je voelt, er zit gelijk een soort glitterlaag op. En het gek is, de cover is ook van heel dun papier. Normaal zijn altijd die covers zo dik. Oké. Kijken of ik het kan zien. Volgens mij. Zie je? Er zit een soort heel raar, gek, lichtblauwe laagje op. Dus ik vraag me af, als ik uiteindelijk ga kleuren, hoe het resultaat zal zijn. Nou. Heel veel katten. Oh, deze is wel leuk. Echt verschillende soorten dieren gewoon. Wat is dit? Oh, kussens. Bosdieren. Honden. Oh, dat is echt... Oh, weet je wat? Ik snap het. Weet je, omdat het papier zo dun is, kan je misschien ook enveloppes van bevouwen. Yes. Oh, insecten ook nog. En gevleugelde dieren. Echt. Leuk joh. Kijk, zie je niet? Die laag, die als ik zo een beetje sta te bewegen. Het wordt wel spannend zeg. Als ik dan met markers of wat dan ook gebruik. Paard. Oh, deze... Deze is echt een leuk kleurboek. Er zit van allerlei soorten dieren gewoon in. Nou ja. Oh, dat was het volgende. Volgens mij zijn dit klaprozen. Klaprozen. Je libelles. Oh, deze blok is echt... Deze is echt een hele goede kleurboek. Er zitten echt van allerlei soorten... prints, planten, bloemen. Echt heel leuk gedaan. Oh. Schitterend. Echt, hier kan je echt uren zoet zijn met inkleuren. Is gewoon echt geweldig. Maar dat is van die cover. Toen ik dit zag, dacht ik van, is het nou ondersteboven? Was deze print gewoon verkeerd ingezet? Of hoort die gewoon zo? Ik weet het niet. Dat was de laatste. Nou, bedankt voor het kijken. En dit zijn ze. Ik vind het echt leuk. En het leukste is... het bedrijf Decotime... die maakt echt hele mooie kleurboeken. En ik heb al een paar in de kast zitten. Dus, en ik weet dat je altijd echt uren bezig bent. En je kan ook zeggen van, weet je... als je een uurtje hebt ingekleurd... denk je van, nou weet je... ik stop ermee. Ik ga wel een ander keertje verder. Ik heb andere dingen te doen. Dat kan. Je hoeft niet aan één stuk door te gaan kleuren. Je kan gewoon laten zitten en dan weer terugkomen op een andere keer. Op een ander moment. Dus bij deze. Echt geweldig. Om het te houden, om het weg te geven. Wat jij wilt. Bedankt voor het kijken. En ik zie je de volgende keer. Bedankt. Dag.